Alright boys, welkom terug bij GTA 5 Online. En vandaag gaan we aan de slag met de meest overpowerde auto in deze game. En dat is die auto. Dan zou je denken van, hè? Ten eerste, hij is anders. De laatste keer was je oranje. Ik heb twee dezelfde auto's. Maar het tweede is, deze auto ziet er niet heel erg overpowered uit. Vooral niet als je kijkt wat hier allemaal nog meer in deze garage staat. Gekke monster truck, een gekke tank en wat andere dingetjes. Maar de reden waarom deze auto overpowered is, is blijkbaar kan je hier een heleboel aan upgraden. Alleen daarvoor heb je iets anders nodig. En dat heb ik eerder nog nooit gedaan. En dat is via, even kijken, de Mobile Operations Center. En dat gaan we vandaag proberen. Want blijkbaar kan je die auto dan volledig armored maken. Daar kan je dan booby traps op doen. Volgens mij heb je een soort anti-lock-on systeem. Dus er kan van alles op. Wat die auto gelijk een heel stuk beter maakt. En dat gaan we vandaag proberen. Dus eerst moet ik dit even bestellen. Want dit heb ik volgens mij niet op dit account. Waarom zou ik in hemelsnaam mijn living quarters willen dat 145k extra is? Ik heb liever een command center. Ja, en die truck is allemaal prima. Maar het idee is dus... Wait. Dit was renovate. Wait a minute. Wow, 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 wow. Volgens mij heb ik... Hoe bestel ik dat ding? Ah, ik heb er inderdaad alleen. Deze game is zo onduidelijk. Maar ik zal waarschijnlijk eerst naar buiten moeten. Nou is er een klein probleempje. Kijk, nou is mijn auto nog niet OP. Hij is nou standaard. Dus één granaat en hij is kapot. Ik heb momenteel ook een $10.000 bounty. Dus het moment dat ik buiten kom, is de kans er dat ik instant opgeblazen word. Dat gaan we zien. Er is een bounty. Ja, we moeten dus heel snel kijken of wij die Mobile Operations Center kunnen requesten. Oh, hij komt al gelijk achter me aan. Denk ik. Dat valt mee. Oké, waar is... Oh, hier is hij. Kijk eens aan, daar is al zo'n vrachtauto. Ik weet niet of ik hier nou die upgrades op heb die ik nodig had. Hij kan er niet van naar binnen. Dat gaat nooit werken. Die auto was veel te laag, maar oké. Nou is dus het ding. Kan ik hem hier upgraden? Ik ben hier vooral die armor upgrades en die zie ik hier niet bij staan. Dus ben ik nou gewoon blind? Hè? Hoe in hemelsnaam doe ik dit ding upgraden met allemaal gekke armor stuff? Moet ik dat eerst unlocken? Is dat het? Kan ik dat nog niet? Dat zou het kunnen zijn, right? Want dit is voor wapens. Waarom is dit ding gratis? Lol. Oké. Okay. I'll take it. We zijn momenteel even onderweg naar de agency. Want blijkbaar moet ik daar zijn. Ik was overtuigd dat het via die vrachtauto moest. Maar ik had even opgezocht. En ik moet bij de agency zijn. En het gekke is... Ik ben hier vaker geweest voor andere video's. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit de Imani Tech erbij heb zien staan. We doen wel even een auto vervangen. Helemaal prima. Maar we gaan het even proberen. Ik heb mijn twijfels of dit het juiste adres is. Er zijn zoveel bedrijven in deze game. Dat ik op een gegeven moment door de bomen bos niet meer zie. Ik moet nou een auto weg doen. Welke gaat dat zijn? Ik heb wel een leuke collectie. Oké, never mind. Weg met dat ding. Ja, dit moet dus de agency zijn. Eens even kijken of dat dus klopt. Daar staat het bij. Imani Tech. Dus je moet bij de agency zijn. Voor iedereen die het ook niet wist. Waarschijnlijk dat iedereen het wist, behalve ik. Maar als wij dit dus op de auto gooien, dan wordt die gelijk een stuk beter. We hebben remote control unit. Is useless. Lock-on missile jammer is nice. Er moet meer zijn. We hebben armor plating. Kijk, dat zal hem... Oké, dat is raar. Dat zal hem een stuk sterker maken. Ik wil dat op zich ook zometeen gaan testen met rockets. Want de laatste keer dat wij een andere speler zagen, die had dus blijkbaar deze Imani Tech. Toen heb ik echt iets van 5 keer met een RPG raakgeschoten. En zijn auto ging niet kapot. En ik dacht dus dat het een cheater was of wat dan ook. Blijkbaar is dat heel normaal. Ik vind het nog steeds niet normaal, maar dat terzijde. Hier hebben we ook nog die proximity mine. Die slick dinges. En mis ik verder eens nog iets meer. Ik zie zo 1, 2, 3 niet de optie voor machine guns erop. Al weet ik toevallig wel. We gaan hier even uit. Een andere auto. Die staat letterlijk daar. Daar kan je volgens mij zo'n machine gun boven op het dak zetten. Deze Lambo. Die heb ik al eens eerder gezien. Dus laten we dat ook gelijk even proberen. Aangezien we dan toch bezig zijn met al die Imani dinges. Heb ik gelijk. Wait. Oh, dat is waarschijnlijk een andere variant. Dat is waarschijnlijk een andere variant die je moet kopen. Ik kan me herinneren dat ik dat trouwens in die webshop zag staan destijds. Ik zie me hier zo 1, 2, 3 niet bij staan. Ik zou zweren dat die los te koop was. Dus waarschijnlijk kijk ik gewoon verkeerd. Als iemand weet waar, laat me achter in de comments. Maar we zijn hier niet vandaag voor die auto. We zijn hier voor
die daar links staat. En ik moet zeggen, in het blauw is hij ook wel heel nice. Ik wil hem zo meteen eens testen om te kijken hoeveel die kan hebben qua RPG's. Maar laten we eerst maar gewoon even naar buiten gaan en kijken of andere mensen dat voor ons doen. Want we hebben nog steeds die $10,000 bounty. En de kans is best wel groot dat mensen achter ons aan zullen komen. Ah, L3. Kijk. Daar hebben we het oliespoor. Oké. Dus wat we nou dus hebben, is we hebben een auto die is ten eerste volledig armored en kan haast niet kapot. Hij is super snel en heeft een oliespoor. Nou weet ik dus niet hoeveel van dit soort auto's er zijn. Want dit zou je waarschijnlijk met meerdere auto's kunnen doen. En dat hadden we het al over die andere Lambo. Die heeft zelfs een machine gun op het dak. Al zijn die machine guns over het algemeen best wel zwak. Dus dat heeft niet echt veel meerwaarde. Ik weet niet of die sterker is qua wat die kan hebben met RPG's en zo. En... Wat is hier gaande? Wat doet hij? Hoppatee. Dat was random. Maar er zijn er meerdere. Zijn dat militairen? Er is hier een hemelsnaam gaande. Kijk. Wat doet hij hier? Dat is van Meriwether, of niet? Kijk. Maar er is hier ook een ander dingetje. Kan ik hier met iemand praten? Even kijken wat hij te zeggen heeft. Hallo? Oh, wow. Ik zie iemand hier tegenover ons. Ik weet niet of wij de tijd hebben om even met hem te babbelen. Kijk wat hij van ons wil. Hallo? Ik heb niks. Ik kan niks sellen. Alright. Hier kunnen we dus dingetjes verkopen als we dat gejat hebben. I guess. Maar wij hebben helemaal niks. We zijn zojuist een nieuwe lobby gejoind. 25 man hier. Je zou zeggen dat hier wel wat... Oh god. Dat hier wel wat dingen moeten gebeuren. Kijk, daar kan je natuurlijk nooit van winnen. Die dingen zijn te OP. Maar voor de rest... geen bounties. Wij zijn de enige bounty. Je zou zeggen dat mensen op een gegeven moment wel achter ons aan moeten komen, right? We gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Hoe lang kunnen we dit volhouden? Ik hoop gewoon een normale achtervolging met een auto. Dan kan het best wel leuk zijn. Dan kan ik iedere keer al die proximity mines gooien. En hij gaat al bijna niet kapot. Dus dat zou best wel lachen kunnen zijn. Dat is wat mensen uitdagen. Misschien dat ze dan wat actiever worden. Want nou doen ze niks. Als ik in de buurt kom en ze zien die $10,000 bounty. Oh, ow! Are you kidding me? Oké, wel. What's up, buddy? Hij doet niks. Come on. Come on, buddy. Hij gaat weg. Ik weet dat $10,000 niet veel is in dit spel. Maar come on, man. Kom achter mij aan. Hij gaat gewoon zijn garage in. Really? 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 Oh, hij pakt een nieuwe... Oh, hij pakt een Skyline. Wait, hoezo heeft hij twee auto's? Huh. We gaan eens even kijken wat we hier nog meer hebben. Er zit iemand in die garage. Ik kan zijn oliespoor voor die deur leggen. Dat is een beetje flauw, maar hey. Dit verder is... Volgens mij is je letterlijk naar buiten nou. Oh. What's up, buddy? Please schrijf erin. Come on, man. Waarom zit iedereen te slapen? Player left, really? Come on, man. Come on. Ik doe zo mijn beste mensen uitdagen. Vroeger, als er dan één bounty in zat, ging iedereen in een lobby achter die bounty aan. Dat was het vetste wat er was. Ah! Misschien dat ze gewoon die bounty bedragen omhoog moeten doen. Dat het voor mensen wat aantrekkelijker is. Want kijk, 10.000 is niet veel, maar 50.000 wordt het gelijk al wat interessanter. Ah! Hoppé! Ja, jongen! Waarschijnlijk is dat het beste wat ze kunnen doen. Gewoon machine guns gebruiken. Want de kans dat je mij door dat raam heen schiet is nog best wel groot. Dat is het enige wat deze auto nodig had. Was dat eigenlijk die ramen bulletproof waren. Dat zijn ze niet. Dus doodschieten met een machine gun is nog wel echt een dingetje. Ik kon proberen aan te rijden. Maar als ik dan crash, dan lig ik ondersteboven en dan is het klaar. Het rocket launcher. Oh. Ah! What? Oké, what the fuck? Dat was kapot. Ah! Dat was kapot random. Nou lig ik ondersteboven, dat is niet gutsig. Draai. Yes! Kijk, dit is dus wat ik eerder al zei. Dit ding is behoorlijk sterk. Ik eet gewoon even twee rockets alsof het niks is. Wat raar is zo dat ik hem daar frontaal aanreed. En het was dus blijkbaar een desync. Hij bleef gewoon staan. Beetje iffy, maar prima.
hebben nou dus twee rockets volledig getankt. Alsof het niks is. En er zit iemand volgens mij... Ah, hij is gecrashed. Ik zag het op de minimap. Ja. Hij was gespind. Hij reed door mijn oliespoor heen. Ah! Het grootste probleem is... ondersteboven liggen. Kijk, dan kunnen ze flink wat rockets doen. Of ze schieten mij gewoon gelijk eruit. Maar als je blijft rijden... Dan kan er niet bijzonder veel fout gaan. Heb ik het idee. Hey, boys. Er is zojuist een nieuwe bounty gesignaleerd. Ik hoop dat ik op tijd ga zijn. Want waarschijnlijk tegen de tijd dat ik daar ben... Kan hij al weg zijn. Het zou heel raar zijn als mensen naar achter hem aangaan. Met zijn $1000. Als ze ook mij kunnen pakken voor 10.000. Oh, hij rijdt vol de stad in. Ik weet niet of een auto die heeft, maar hij is snel. Ik gok dat het een auto is, want hij volgt volgens mij de weg. Maar... En hoe snel die gaat... Zou het ook een UFO kunnen zijn? Ah! Een UFO kunnen zijn. Hij zit inmiddels al aan de andere kant van de map. Oh, hij is naar binnen gegaan. Hij is als een ratje naar binnen gegaan. Hero. Wauw. Oh, is dat een Batmobile? Oké, daar kan ik waarschijnlijk niet van winnen. Dat ding is zo snel met die rocket boost. We leggen daar een dingetje neer. Een verrassing, zei. Waarschijnlijk dat hij dan... Waarschijnlijk op de weg spawnt. Ik kan me herinneren van vroeger. Er lagen allemaal mijnen voor en dan spawnde hij gewoon langs de weg. Oh, er zijn hier flink wat knetters. Ik weet niet wat die gaande is. Iemand zit met die helikopter flink wat te knallen. Wat ben ik eigenlijk? Oh, wacht, er zit iemand achter me aan. Hey! Kijk eens aan. We hebben de aandacht getrokken van iemand. Waarschijnlijk rijdt hij naar iedereen, of wel? Hey! Dat is wat we willen zien. Hoppatee! Hij rijdt door mijn oliespoor heen. Ziet er gelijk zo dom uit. Dat is ook zo naar. Om achter iemand aan te zitten. Die dat oliespoor heeft. Dat is echt heel naar. Hoezo heb je nog gewoon oneindig veel? Oh. There's no way dat hij dat ding... Hij reed er wel doorheen. Ik kon hem afgaan. Kijk, weet je dit is... Al zou hij maar bij kunnen houden, wat al niet eens kan met deze auto. Dat is veel te snel. Dan doet die machine gun van hem alsnog niks. Je zal het toch moeten doen met wat anders. Je kan ook gewoon niet raak schieten met dat ding. Echt een hel, jongen. Pas op, olieding. Ja, ik ben letterlijk gewoon met hem aan het tooien, man. Ongelooflijk. Oh, die ligt daar goed, die ligt daar goed. Als je dan de hoek komt... Hij rijdt door een hele grote boog omheen. Zo funny. Oh, wacht. Daar is maar één plek. Daar kan hij maar op één plek liggen. Als jij naar beneden wil... Oh, nee. Come on, Bello. Pas op voor het olie. Ik zei nog zo, pas op. Hij rijdt wel langs. Ik ben zo snel. Oh my god. Ergens vind ik het wel jammer dat het niet van die gewone mijnen zijn. Want dan hoorde ik als hij er doorheen reed. Nou rijd ik zo ver voor. Dan kan ik het niet zien als hij er doorheen rijdt. Maar geen kans voor jou. Het spijt me zeer, maatje. Ga je misschien nog crashen? Waar lag dat ding? Volgens mij lagen ze daar. Dus hij is er voorbij. GG! Oh, hier is het wel druk. Kan ik iemand aanrijden? Waar is hij? Oh, oké. Oh. Ah! Dude, ga weg met je regen. Dat is zo naar. Het ondersteboven liggen is zo irritant. Als je omvergeschoten wordt door die regen. En je kan niet snel genoeg draaien. Want die regen die laat er snel op. Wait, is dat nog steeds die persoon? Wauw, hij houdt maar niet op, hè. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Ik geef hem zoveel kansen. Ik ben zo traag. Ik kan lang wegrijden. Hij denkt, op een gegeven moment moet deze auto wel kapot zijn, right? Ik weet het niet. What? Hij schoot me door de auto heen. Oké, wacht. Was mijn armor weg?
Holy shit! Kijk hoe lang hij aan het schieten is trouwens. Ga niet kapot. Oh my god, dat ding is sterk. Hij zat er zo lang op te schieten, hij ging gewoon niet kapot. Maar het ding is, dus hij schoot erachter doorheen, door mijn raam heen. Ik had geen idee dat mijn armor al kapot was. Daar had ik misschien meer op moeten letten. Want er zit eigenlijk niet echt een raam. Kijk, dat raam is heel klein. Als hij mij daardoor raakte, is het waarschijnlijk echt een super lucky shot geweest. Of waarschijnlijk recht in mijn hoofd. Met die machine gun. We gaan eens even kijken hoeveel rockets we nodig hebben om dit ding op te blazen. Eens even testen. Dan weet ik nog steeds niet of ik überhaupt rockets heb. Dat is nog wel een dingetje. Yes. Ik zet hem gewoon even hier neer. Heb ik rockets? Ik heb een 5. Dat is sowieso niet voldoende. 100% niet. Misschien. Even kijken. Dat is 1. Het is dat ik het water in vlieg. Dat is 2. Want de laatste keer schoot ik er zelf 5 op. 4. We hebben geen deuren meer. Het is wel 5. Dat is raar. Dat is raar. I mean, de laatste keer dat wij zelf op die enemy schoten, waren ze misschien niet allemaal direct raak. We hebben toen ook auto's ernaast opgeblazen. Dus dat werkte een soort van chain reaction. Dus dat zal waarschijnlijk dan minder damage doen. Wat op zich wel logisch natuurlijk. Een voltreffer vergeleken met een explosie ernaast. Maar 5 directe rockets. Dat is behoorlijk. Er ligt hier iets. Wat heb je hier? Meneer! Wat heb jij voor mij? Maar ja, de kans dat dat gebeurt is waarschijnlijk het grootste wanneer een auto ondersteboven... Dit duurt lang! Help! Oké, ik ga springen, Ah, spring! Ik heb een sleutel, ik weet niet voor wat. Oh, voor Kaio Perico. Au. Daar rechts staat een dikke auto, maar... Oh, dit. Oké, dit ding is een cabrio, really? Really? Van alle auto's die je kan stelen, een cabrio. Wat ik ze aan het vertellen was... De kans dat je 5 keer raak kan schieten van close range op die auto is heel klein. Tenzij die auto toevallig op zijn kop belandt en dan niet overeind kan komen, dan is die mogelijkheid er, maar ik zie het niet snel gebeuren. Of je moet dus een lucky shot hebben zoals die guy van net, waarbij je achter door dat minuscule kleine raampje heen kan schieten. Maar als je echt wil ontsnappen, dan zal het vrijwel nooit gebeuren. Kijk, ik zat die persoon duidelijk uit te dagen. Ik had al 10 keer weg kunnen zijn. Ik had een beetje overmoedig. Hoi, we hebben een nieuwe bounty. Waar is die makker? Wat voor auto heb jij? Mag ik het zien? Heb ik sticky bombs toevallig op zak? No, ik heb alleen proximity. Ja, ik weet niet of ik het daarmee ga redden. Ik zou een andere auto kunnen gebruiken, maar... Hiermee moet het in principe ook wel lukken. Ik weet niet wat hij precies van plan is. Staat hij ons op te wachten? Dat zou best kunnen. Hieronder in... Oh nee, hij staat gewoon hier. Lol. Stop! Ah! Ik ben niet dood. Oh! Ik kan niet schieten! Ik kan niet achter dat ding in schieten, blijkbaar. Maar dat was raar. Hij was random geteleport. Dat overkomt meer en meer in dit spel. Vaag. Het zal waarschijnlijk toch iets te maken hebben met connection issues of zo. I don't know. Er komt nou zo'n rare... Ja, wat is het? Ik weet niet eens... Wat is dit voor auto? Een oude Batmobile? Right? Er zit gewoon letterlijk de lucht in hier terecht in mijn neus. Wat is je aan het doen dan? Zag hoe ver hij vloog. Jezus. Hello, buddy! Blah! Sorry, buddy. Wat is deze man toch allemaal aan het doen met zijn rocket car? Dat ding is waarschijnlijk de auto waar je het meeste plezier mee kan hebben. Misschien hebben we er binnenkort een videootje mee doen. Als je dat wil zien, laat het achter de comments. Maar ik denk wel dat we nou in ieder geval deze video gaan beëindigen. Dus ja, vond je het leuk? Drop een likeje, abonneer of meer, klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie snel weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.